Hallo allemaal, van harte welkom bij deze video bij hoofdstuk 2 van het examen katern criminaliteit van maatschappijkunde voor KGT. In dit hoofdstuk gaat het over het onderwerp ons beeld van criminaliteit. En daarbij gaan we het eerst hebben over criminaliteit als maatschappelijk probleem, want dat is het natuurlijk zeker. Het is een maatschappelijk probleem, ook wel een sociaal vraagstuk genoemd. Omdat het de kenmerken daarvan heeft, bijvoorbeeld veel mensen vinden het ontwenselijk, de media publiceert veel en beïnvloedt de politieke opinie. Er zijn verschillende meningen over de oplossing en de overheid moet het oplossen. Als je nog meer vragen hebt over het onderwerp van een maatschappelijk probleem of sociaal vraagstuk, kijk dan de video daarover. Criminaliteit heeft veel gevolgen waar mensen dus last van hebben. En die gevolgen kun je opdelen in twee verschillende soorten. We hebben ten eerste de materiële gevolgen en we hebben de immateriële gevolgen. Even het verschil daartussen qua gevolgen. Materieel gaat over kosten. Het verhogen van prijzen en de kosten voor de overheid. Het gaat dus om kosten voor de personen, het verhogen van prijzen die er zijn. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen als veel mensen zwart rijden in de trein, dat daardoor de treinkaartjes hoger worden qua prijs. En dat dus ook een materieel gevolg is. Daarnaast kosten voor de overheid. Als je bushokjes sloopt, dan zijn het niet de mensen zelf die misschien betalen, maar indirect wel, omdat de overheid ervoor betaalt. We hebben ook immateriële kosten. Immateriële kosten zijn dingen die geen geld kosten. Bijvoorbeeld angst en onveiligheid. Morele verontwaardiging, dus het feit dat je boos wordt over het feit dat iemand iets fout heeft gedaan. Normvervaging, dat mensen dingen normaal gaan vinden die dat eigenlijk niet zijn. Minder vertrouwen in de overheid of in andere instanties en bedreigingen van de rechtsstaat. Zoals de moord op Peter R. de Vries een bepaalde bedreiging heeft gehad voor de rechtsstaat. Dat is een immateriële gevolg. En het risico op eigen richting. Dat mensen zelf op zoek gaan naar een oplossing. En dus zelf ook iemand gaan berechten, zullen we maar zeggen. Bijvoorbeeld iemand even keihard aanpakken omdat het nodig is. Vinden zij. We hebben dus criminaliteit en dat is een maatschappelijk probleem. Maar daarvan hebben wij ook een bepaald beeld. Waar denken wij aan en wat zien wij als er criminaliteit is? Een belangrijk deel van ons gevoel over criminaliteit wordt bepaald door de media. De media heeft veel invloed, namelijk op de beeldvorming die wij hebben over dit probleem. Er zijn een aantal kranten en ook nieuwswebsites, maar ook YouTube, die heel erg op sensatie uit zijn. Zij willen vooral de spanning van de criminele daden en dat zoveel mogelijk uitlichten. En je kunt je voorstellen als jij daar een video over maakt, dat veel meer kliks genereert dan wanneer jij een video maakt van, nou, er is wel iets gebeurd, maar eigenlijk is het best veilig in Nederland. Al die sensatie kan er wel voor zorgen dat er een bepaald gevoel van onveiligheid bestaat bij mensen, waardoor het beeld wat mensen hebben van criminaliteit niet altijd streeft met de werkelijkheid. We kunnen namelijk gewoon gaan meten hoeveel criminaliteit er is en dan zien we dat Nederland eigenlijk de afgelopen jaren veiliger is geworden. Kijk bijvoorbeeld maar eens op de website van het CBS. Meten met politiestatistieken heeft echter wel een aantal nadelen. Je kunt je voorstellen dat politiestatistieken betekent dat je gewoon aangeeft wat weet de politie dat er gebeurt. Dit is één manier waarop je dus kunt meten. Dit heeft een aantal nadelen. Bijvoorbeeld niet alles wordt ontdekt. Wil iedereen altijd aangifte doen? Ik heb bijvoorbeeld een keer een gestolen fiets gehad. Daar ga ik geen aangifte van doen, want ik verwacht er eigenlijk niet zoveel uit. En de selectieve opsporing is er ook. Sommige dingen die zijn gewoon belangrijker en die gaat men eerder achterna. Dus daar is men selectief veel meer mee bezig. Dat noemen we dus de geregistreerde criminaliteit. Je kunt ook op een andere manier meten, bijvoorbeeld met de veiligheidsmonitor. Daarbij, dat is elke 2 jaar, dan wordt er gevraagd hoe veilig voelen mensen zich eigenlijk. Maar ja, is dat wel helemaal betrouwbaar? Want een gevoel is natuurlijk niet, is een feit op zich, maar het is niet gebaseerd altijd op feiten. Soms voelen mensen zich heel onveilig in een buurt, maar kan het toch heel veilig zijn? Die twee hoeven soms helemaal niks met elkaar te maken te hebben. Je kunt ook kijken naar slachtoffer-enquêtes, dus mensen vragen, ben je wel een slachtoffer geweest? Een voordeel is hiervan dat er dingen aan het licht komen die niet gemeld zijn, maar je kunt je ook voorstellen dat er mensen zijn die liegen omdat ze zich schamen voor iets wat ze overkomen is. En als laatste kun je ook een dader-enquête doen, waarbij je mensen vraagt of ze wel eens iets gedaan hebben wat niet mag. Ook hierbij kunnen er dingen aan het licht komen die niet bekend zijn, maar nadeel is ook hierbij dat mensen liegen. Als je dus een goed beeld wil hebben van criminaliteit, dan moet je niet altijd zijn bij de media. De media die maakt een bepaald beeld. En daarbij heeft dat beeld hoeft niet altijd betrouwbaar te zijn. Zoals we in het hoofdstuk media wel eens besproken hebben, dingen zijn nieuws als het spannend is en interessant en uniek.
Dus wat er in het nieuws is, is niet altijd betrouwbaar. Toch zijn niet alle enquêtes dat ook altijd. Je moet dus goed kijken welke cijfers er zijn en deze goed met elkaar vergelijken om te kunnen bepalen hoe veilig Nederland is. Hoe onveilig Nederland nu echt is, dat is niet zo makkelijk te beantwoorden. In de jaren 80 was bijvoorbeeld het aantal gestegen geregistreerde misdrijven veel hoger. En steeg het in 2005 tot extreme hoogte. Inmiddels zijn we weer terug op het percentage van begin jaren 80. Dus zijn we weer een heel stuk terug als het gaat om misdrijven. Maar goed, het gevoel van onveiligheid neemt ook af. Dus Nederland is veilig geworden de afgelopen jaren. Maar niet iedereen ziet het altijd zo. Tot zover deze video. Succes met leren. Dag.